Welkom bij In Gesprek Met, deze keer weer met de burgemeester. Welkom op de Mariastraat. We beginnen met leuke dingen, dat lijkt me altijd wel aardig. Ja. We hadden sneeuwpret. Yes, eindelijk. En ik heb het idee dat de mensen, tenminste ik las ook zo her en daar, dat de natuurgebieden redelijk rustig bleven, dat de mensen lekker dicht bij huis bleven. Ja, ze bleven dicht bij huis. En de komende dagen komt natuurlijk het schaatsen er ook nog aan. Want als de sneeuw stopt en het gaat doorvriezen, dan gaat dat ook lukken. En daarvan hebben we gezegd, ook in coronatijd moet schaatsen op natuurijs moet kunnen. Dus dat gaat door. Geen toertochten. Ja. Toertocht is te riskant. Dan gaat men zich verzamelen bij de start, bij de finish. Dat kan helaas niet. Maar op natuurijs, op de vestingwallen, naar de meer, dat kan allemaal wel. We zijn wel bezig dat daar niet hele hordes naartoe komen met auto's en zo. Dus dat beperken. En toch een beetje ontmoedigingsbeleid wat dat betreft? Nou, ontmoedigingsbeleid, het is reguleren van het aantal mensen. En, want ja, de verwachting is dat natuurlijk heel veel gaan schaatsen, ook aankomen rijden. En dat moet natuurlijk. En daarnaast is het zo, ook zelfs op die grote plassen of op die vestinggrachten moet het ook niet te dicht op elkaar komen allemaal, want we hebben nog steeds corona. Dus, maar goed, dat zien we allemaal op een goede manier, gaan we dat inkaderen. Ja. Het wordt een beetje weer ouderwets, zeg maar. Ja, geen faciliteiten, geen koekersoep, die neem je maar lekker zelf mee. Ja. En dus geen wedstrijden. De marathonschaatsers willen wel heel graag wedstrijden, maar daar gaat de gemeente Gooismeer niet over en de veiligheidsregio ook niet. Ja, dat hebben we gezegd, dat dus niet gaat. Nee, dat gaat dus niet. Nee. Dat gaat niet. Bij mogelijke evenementen op het gebied van ijs en sneeuw en dat soort toestanden is altijd een soort overleg bij de veiligheidsregio, heb ik begrepen? Maar in dit geval natuurlijk wel heel, heel erg sterk. Ja, maar ook in geval van als ijs niet zo sterk is, ongelukjes gebeuren, dat soort dingen. Ja, dat we daar dan ook rekening mee houden. Voor de nooddiensten die daar dan moeten komen. Het zijn soms afgelegen gebieden waar het gebeurt. Dus dan moet je er ook wel goed bij kunnen komen en zo. Dus daar is afstemming. Maar dit jaar is het natuurlijk veel scherper. En het advies zou waarschijnlijk zijn, in elk geval met z'n tweeën, of maximaal met z'n tweeën, maar met z'n tweeën, als er iets gebeurt, dat iemand altijd, dan een alarm kan slaan. Altijd, Net met duiken en zo. Ja klopt. Nog meer leuk nieuws. Ter ondersteuning van hulp aan maatschappelijke organisaties op het gebied van welzijn, cultuur, erfgoed en sport, is er een want belangrijk voor de sociale cohesie, komt er nu een tweede tranche hulp aan. Ja. Is dat kwijtschelden van huur en gemeentelijke belastingen en zo onvoldoende? Nou, er zijn organisaties of ondernemers geweest die het ook nog niet konden aanvragen. Die wisten niet hoe de situatie was. We hebben steeds nu een verlenging gekregen van de periode. Dus er zijn nieuwe groepen weer in problemen gekomen. Dus daarom komt er een tweede tranche voor aanvragen naar ons toe. En die zullen we ook welwillend behandelen. En dat is vanaf 15 februari. Heeft de Rijksoverheid geen rol hierin? Nou, deels doet de Rijksoverheid het. De grote regelingen met betrekking tot zelfstandigen, de regelingen met betrekking tot ondernemers, dat doet met name de Rijksoverheid. Wij doen het met name het sociaal-culturele. Dus zeg maar de culturele instellingen, het sociaal-maatschappelijk werk, al dat soort dingen, sportverenigingen, die doen wij dan met name. En dus dat is een soort taakverdeling die wij doen. Wij zijn wel uitvoeringsloket van die rijksregelingen allemaal. Maar goed, zo hebben we die taakverdeling en op deze manier is dat denken we goed te doen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een eigen pot. Hè? Dat is ons eigen geld dat we erin stoppen voor alle mensen hier in onze gemeente. Want we willen voorkomen dat straks, als het allemaal weer kan, dat dan een aantal verenigingen en instellingen zodanig zijn uitgekleed dat ze niet meer verder gaan. En dat is natuurlijk het ergste wat je kunt hebben. Dat was ook weer niet de bedoeling. Nee, absoluut niet. Nee. Voor een deel zijn de problemen ook veroorzaakt door de overheid, door de regels, door de coronaregels. Dat zegt u? Nou ja, als je niet open mag als voetbalkantine of dat soort dingen. Ja, door de maatregelen die we moesten nemen in het kader van de corona, is het dus zo dat bij de kantines bijvoorbeeld, daar kunnen ze niet meer zeg maar na die tijd wat drinken. En baromzet is vaak een hele belangrijke factor. Bij de culturele instellingen, de musea die niet open zijn, dat waren maatregelen waar we niet aan ontkwamen. Maar goed, dit zouden de effecten kunnen zijn. En dan neemt de overheid dus ook wel zijn verantwoordelijkheden om dat te doen. Ja. De eerste werd gezegd in november van is eenmalig, nu komt er toch een tweede. En de mensen die de eerste keer geld hebben gekregen, komen zelfs nog weer in aanmerking voor een eventuele tweede tranche, als ze dat goed onderbouwen. Heb ik dat kan. Goed verwoord? Dat kan.
Want nogmaals, de periode gaat ook langer duren weer. Dus er kunnen argumenten zijn om het nu alsnog aan te vragen. Of voor de langere periode aan te vragen. Maar we moeten proberen met z'n allen toch door deze barre winter, letterlijk en figuurlijk, doorheen te komen. Opdat straks, als het weer kan, dat we dan ook allemaal weer boven Jan zijn. En dan is er ook vaak nog wel een incubatietijd om het weer een beetje op niveau te krijgen. Ik hoorde toevallig ook gisteren van ondernemers die zeggen van ja, ik zal toch 2 jaar bezig zijn om als ik weer open mag, om dan de zaak weer financieel een beetje op regel te krijgen. Daar heb ik al afspraken met mijn banken over gemaakt. Nou, dat is heel goed om nagedacht. Ik bedoel, 2 jaar is ook nog te overzien. Het is heel beroerd als je in één keer dat geld ziet wegvloeien. Op deze manier snap ik ook. Maar die zijn al zo constructief, zeggen, nou, zijn we 2 jaar bezig, maar goed, we hakken door. En, schouders eronder en gaan. Ja, maar ik moet wel zeggen dat de nood wordt wel hoog nu. Ik merk mensen die worden een beetje wanhopig en dat snap ik heel goed. Want als je de kosten ziet oplopen en er komt niks binnen en je weet nog niet precies wanneer je weer open kunt, dan word je daar helemaal hopeloos van. En ja, veel ruimte kunnen we ook niet bieden. Ik heb nu net een brief gekregen van horecaondernemers hier ook in Gooise Meren. Ze zeggen, help ons. Nou, ik ga daar met hen praten, ook komende week, daarover. Maar het is, ja, naast de regelingen die we hebben, hebben we niet meer veel andere dingen. En dat is heel beroerd. Maar hopen dat het zo spoedig mogelijk weer open kan. Hopen dat het een heel goed zomer wordt. Waar we dan ook, als we weer mogen, dat we ook goed kunnen uitpakken met de terrassen en dergelijke. Nou, dus op die manier, we doen wat mogelijk is. Maar ik merk nu wel, zeker bij ondernemers, dat die het heel erg zwaar hebben. Ja. De verkiezingen komen eraan. Ze worden nu uitgesmeerd over 3 dagen. Zijn er toch mensen die bang zijn om onder de mensen te komen? Ja. Ik denk dan heel simpel, er lopen in de supermarkt meer mensen rond. Ik heb nog nooit in de rij gestaan bij mijn stembureau. Ja, maar dat kan. Ja, nou ja, kijk, we hebben maandag en dinsdag kan je ook al stemmen. Mm-hmm. Dus die een beetje verdeeld. We hebben de aantal stembureaus vergroot tot 36. We hebben normaal 23, dus dat is behoorlijk vergroot. We hebben allerlei maatregelen getroffen. Maar dat bepaalde mensen bang zijn, ja, we kunnen stemmen per brief, hè, de 70-plussers. Doe dat. Je kan stemmen met de volmacht. Volmacht geven. Dus en meer volmachten, hè, geloof ik, dan anders. 3. Ja. 3. Normaal 2. Ja. Ook dat nog eens een keer. Ja. En er zitten meer mensen op het bureau. En er zitten meer mensen op bureau om ook af te wisselen en dergelijke. Dus we doen er alles aan. Maar het is een groot goed, verkiezingen. En we zien hoe belangrijk een overheid is, hoe die acteert. Ook in moeilijke tijden. Dus dan betekent het wel, je stemt wel ergens op en voor. Dus, of tegen. Of je kan ook tegenstemmen, maar je doet het wel ergens voor. Het is wel die ene keer in 4 jaar dat het kan. Klopt. Dat stemmen per post voor 70-plus. In mijn eigen persoonlijke geval is het stembureau dichterbij dan een brievenbus. Ik ben nog geen 70, maar toch. Okay, ik wou zeggen dat we even krijgen. Nee, maar goed. Ja. Dus ik bedoel, soms is het. Het stembureau is dus letterlijk dichterbij dan een brievenbus. Ja, u heeft ook wel buren die je wat kunt geven, of de kinderen of zo. Beetje zelfwerkzaamheid, een beetje doordenken, een beetje elkaar helpen, dan komen we er wel. Ja, hè? Gaat vast wel goed komen. Ja. We hebben een beetje strengheid om mee te eindigen. Openbare orde is uw pakje aan, ja, zeg maar. Ja. Weer een pand met een wietplantage. Gesloten. Ja, 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 ja. De vorige werd voor 3 maanden gesloten, als ik het goed onthouden heb. En deze voor 1 jaar. Ja. Ja. Waarom zoveel strenger? Het is afhankelijk van de omvang van de overtreding. Als er heel veel gevonden is, waar ze ook heel veel aan verdiend hebben, misschien dan plukken we ze ook waar mogelijk. Maar als dat niet helemaal kan, dan is het ook zo dat het een waarschuwing is. Hele belangrijk. Het is een soort straf, is het ook. Ja. Het heeft te maken met eigenaren, die kun je ook aansprakelijk stellen. En soms weet de eigenaar het niet. Dat de huurder dat doet. En dan is het niet redelijk om het zo lang te sluiten, begrijpt u? Ja. Dus daar moet je ook naar kijken. Dat zijn ook factoren die daarbij een rol spelen. We hebben het eerder gehad, in het 4e kwartaal is gecheckt of er voldoende werd gecontroleerd op de leeftijd van klanten die alcohol wilden kopen. Ja. Nou, dan heb ik dat dus nog eens nagezocht. Dat is sinds 2014 al verboden. Ja. Waarom is daar nu zo'n verontwaardiging over? Ik begreep dat er in de
in de gemeenteraad stemmen ja. op gingen van, ja. nou, dat moet je niet meteen beboeten, eerst waarschuwen. Ja. Nou, er komt een motie over, naar alle waarschijnlijkheid, op 17 februari in de raad van mevrouw Nui. En kijk, er zijn twee dingen aan. Op de eerste plaats wordt gezegd van, moet je niet een systeem hebben waarbij je eerst waarschuwt dat als supermarkten of slijterijen of sportkantines het geven aan jongeren onder de 18 en niet hun idee vragen, om dan te eerst te waarschuwen. Nou, vind ik heel redelijk, maar dat hebben we gedaan toen het werd ingevoerd in, wat was het, 2014? Nou, het is volgens mij iets later ingevoerd, 2016 of zo is dat ingevoerd. Toen hebben we dat gedaan. 2014 aangenomen. Ik heb toen een avond ook georganiseerd voor de overtreders die wij geconstateerd hadden. Er waren supermarkten, er was horeca, er waren sportmensen. En dan heb ik gezegd van, nou, wij constateren dat u het idee niet altijd controleert. En dat moet toch volgens deze regelgeving. Dit is een waarschuwing. We gaan niet meteen beboeten. Maar dan weet u het, dit kan zo niet. Want wij vinden, politiek gezien, dat zeg maar alcoholgebruik is heel erg hoog in het Gooi. Bij jongeren is het extreem hoog in het Gooi. Daar willen wij wat aan doen. Ja, dan moet je wel instrumenten hebben. Dus de eerste anderhalf jaar hebben we gewaarschuwd. Heb ik gesprekken gehad met de overtreders. Nou, is dat goed gegaan? Nu zo langzamerhand mag het genoegzaam bekend zijn. En als we niet middelen krijgen om zeg maar een keer een sanctie op te leggen. Ja, dan zeg ik van, dan worden wij als overheid in de taak gezet door de raad. Maar met gebonden handen. Dan kan ik niks aan sanctie. Dus dat is één. En twee is dan dat in december zijn dus controles geweest. Nou, daar zijn er dus 17 gecontroleerd, supermarkten en slijterijen. Daar zijn er 12 beboet. Althans, de aanzegging van de boete. Ze kunnen dan nog een zienswijze indienen van ja, maar dit en maar dat. Maar goed, het was 12 keer dat het overtreden werd. Dat is fors. En dan is nu de vraag van hoe gaan we daarmee om? Ik zei al, ze kunnen een zienswijze indienen. Van zeggen van ja, maar het staat of zo. Een factor is hier mogelijk bij dat de mondkapjes zijn in december. Wat het lastiger maakt. Nou, wij zijn geen onredelijke overheid. Maar dat gaan wij dus allemaal even luisteren. Wat men daar als repliek op heeft, als zienswijze op heeft. En dan gaan we dat bekijken, wat doen we daarmee. Dus ik moet dat nog even zien hoe we daarmee omgaan. Nou, je zou toch zeggen van nou, dan moet je het juist vaker vragen. Nou ja, dat is, wat u zegt is terecht. Want we zitten natuurlijk nu in een fase waarbij de horeca dicht moet. Die mogen niks verkopen en zo. Heel sneu, heel beroerd. Dat het allemaal nu trekt naar de slijterijen die wel open zijn en de supermarkten. Die dus een enorme omzetgroei aan alcohol hebben. Ja, dat is dus een recht wat ze in één keer krijgen. Dan kun je ook zeggen, daar zit er ook een verplichting in om daar ontzettend scherp op te zijn. Ja, met en dan alle moet je ook aan alle regeltjes houden. Nou ja, dat zeg ik dan. En we hebben vaak genoeg gewaarschuwd naar dit soort grote grutters ook. Van jongens, er moet nu toch wel wat gebeuren. Dus wat dat betreft, nou, het is een mengeling van argumenten. Maar men kan niet zeggen, het is nieuw en we wisten het niet, enzovoort, enzovoort. Die mondkapjes, daar zullen we naar kijken of dat een argument was. Maar om nu nog eens een keer in de toekomst alleen maar te gaan waarschuwen en pas na een jaar, als het dan nog eens een keer weer gebeurt, dat denk ik, dat vindt het college niet correct. U wenst dat het alcoholbeleid wordt gevoerd, dat doen we dan ook, maar dan niet met gebonden handen, maar dan ook met een sanctiesysteem erbij. Dus zo zal ik dat ook antwoorden. Ik ben benieuwd hoe het afloopt. Ja. Tot zover dit gesprek voor vandaag. Okay. Bedankt voor de komst en tot de volgende keer.